been our best. Soms zit in Zeppelin, heb de zon weer aangezet. Trek me uit en gaap nog even, wat gaan we vandaag beleven? Zin in Zeppelin. Zeppie is jarig. En als verrassing heb ik allemaal ballonnen opgeblazen. Dus als hij straks wakker wordt, hoop ik dat hij super verrast zal zijn. Zo, het moet wel snel zijn. Ik schrik me een hoedje. Die ballon is geknapt. Als Zeppie maar niet wakker geworden is. Hij slaapt nog. Snel een nieuwe opblazen dan maar. Dit gaat hij zo leuk vinden. Ah! Zeg, hoe kan dat nou? Oh, ik zie het al. Mijn ontbijtje ligt er nog met mijn vork erop. Ja, zo knappen natuurlijk al die ballonnen. Nou... Gelukkig slaapt Zeppie overal doorheen. Weet je wat er nog meer geluk brengt? Klavertjes 4. Dat zijn plantjes met blaadjes erop die op hartjes lijken. Je ziet ze maar heel af en toe. Heb jij er wel eens eentje gevonden? Niet? Nou, dat geeft helemaal niet, want we maken er gewoon zelf een. We gaan een Klavertjes 4 geluksarmband maken. En wat hebben we daarvoor nodig? Dik papier, gewoon papier, een schaar. En een potlood. En dat is het. We beginnen met het vouwen van het vierkante blaadje. Ik heb hier een blaadje dat is vierkant en die vouw ik dubbel. De hoekjes netjes naar elkaar toe. Goed aandrukken. En dat doen we nog een keertje. Weer goed de hoekjes naar elkaar toe. En dan aandrukken. Als je dat hebt gedaan, dan gaan we er een hartje op tekenen. Daar heb je je potlood voor nodig. En dan neem ik eigenlijk zo'n hoekje. En daar maak je dan 2 halve rondjes op. Zo. En die knip je dan uit. Zo. En die vouwen we dan uit. En kijk eens, dan ontstaat er een perfect klavertje. Deze gaan we nu door midden knippen. En ik heb hier al een mooi streepje. Dus daar kan ik mooi op mikken tijdens het knippen. Als we 2 helftjes hebben, dan leg je het op het groene papiertje. Ik heb groen gekozen, maar jouw klavertje mag natuurlijk elke kleur hebben die je zelf wilt. Ik leg 1 helftje aan de ene kant en het andere helftje aan de andere kant. En die ga ik dan overtrekken met mijn potlood. Helemaal rond. En dat komt er dan zo uit te zien. Deze 2 ga ik nu aan elkaar verbinden. En dat doe ik door gewoon een streep te trekken. En nog eentje. Want dit wordt het bandje van je armbandje. En dit knippen we dan uit. Zo. Goed op je vingers passen tijdens knippen hoor. Zo, nog het laatste stukje. Kijk eens, hij is helemaal uitgeknipt. En dit ziet er natuurlijk nog niet uit als een Klavertjes 4 armband, maar daar weet ik wat voor. Ik knip het hier een stukje in en dat doe ik aan de andere kant ook. Deze vouw ik dan dubbel en die vouw ik zo in elkaar. En kijk eens. Mijn geluksarmband is helemaal klaar. Zie je dat? Is hij niet geweldig? Hij staat me toch prachtig? Wat vind jij, Zeppie? Vind jij hem ook mooi? Ah, yes! Gelukt, Zeppie! Moet je kijken. Mijn ketting. Die was ik al heel lang kwijt. Het is echt mijn geluksdag vandaag. Ik voel het in mijn lijf, mijn dag kan niet meer stuk.
alles wat er nu gebeurt, dat komt door mijn geluk. Ik heb geluk. Ik bars van het geluk. Met een geluksmunt vind ik van alles op straat. Het is echt niet te geloven. Een pen en een zakmes en een briefje van 10. Dat is helemaal nacho. Even laten drogen. Ik voel het in mijn lijf, mijn dag kan niet meer stuk. Alles wat er nu gebeurt, dat komt door mijn geluk. Ik heb geluk. Ik bars van het geluk. Ik loop heel gewoon om de ladders door. En alle stoplichten springen op groen. Ik vind wat kwartjes in een automaat. En ik hoef er niets voor te doen. Stuk. Alles wat er nu gebeurt, dat komt door mijn geluk. Ik heb geluk. Ik bars van het geluk. Oh, ik voel het in mijn lijf. Mijn dag kan niet meer stuk. Alles wat er nu gebeurt, dat komt door mijn geluk. Ik heb geluk. Ik bars van het geluk. Oh, ik voel het in mijn lijf. Mijn dag kan niet meer stuk. Wat er nu gebeurt, dat komt door mijn geluk. Ik heb geluk. Ik bars van het geluk. Laten we samen een filmpje kijken. Dan ben ik zo bij je terug. Ja hoor, Davy, ik ben helemaal klaar voor. Sorry dat ik te laat ben. Ik moest nog even mijn vingeroefeningen doen, maar... Nou, gelukt. Ze zijn opgewarmd, dus ik ben helemaal ready. Oké, we kunnen gaan. Tel jij maar af. Ja, let's go. Daar gaan we. Ben je er klaar voor? Ja. Ready. Nee. Ja, nee, je moet wel hetzelfde doen dan. Oké, nog een keer. 1, 2, 3, ja. Hoe kan dat nou? Hij is niet kapot, toch? Dat denk ik niet. Ik heb de stekker erin gedaan. Hoe komt het nou dat het niet zo klinkt als bij jou? Ja, je hebt je vingeroefeningen gedaan, zei je. Ja, zeker. Ja. Wat laat jij eens horen hoe dat... Ja, kijk, eigenlijk wat je gewoon doet, je moet een beetje dit, zo. Okay. Dat gaat niet helemaal. Nee. Nou, hè? Maar hoe lang doe jij dit dan al? Ja, hoe lang doe ik dit al? Ik speel nu al zeker dik 20 jaar. 20 jaar? Ja. Ja, nee, dat kan je dan ook niet in één keer gewoon. Nee, maar ik had eigenlijk verwacht dat jij ook al... Ja, vanaf ik wil met jou gaan spelen. Hoe oud speel jij al? Toen ik 7 was, ben ik begonnen. 7? Ja. Wauw, dat is wel... Nou... Kun jij mij misschien iets leren anders? Ik wil jou heel graag iets leren. Want waar moet je beginnen? Nou, eigenlijk wat het midden is van de piano, dat is de C. Dat is de C-toon. Kan jij die vinden op de piano? Ik weet niet wat het midden is. Dat is deze. Even kijken. Ah, ja. Zie je? Dus als jij die ook indrukt, hebben we dezelfde toon. Ja. Oh. Ja. Wauw. En dat is eigenlijk het centrale punt. Oké. Dus dat is het midden. En vanuit daar kunnen wij gaan spelen. Dat is het midden, want hoe noem je dit? Dat witte en dat zwarte? Dat noem je de toetsen. De toetsen. Ja. En de middelste toets, dat is de C. Ja. En dan weet je precies alles te vinden dus. Vanuit daar weet je precies waar je naartoe moet. Of als je naar boven gaat, of juist naar beneden. Dus als ik naar beneden ga... Ja. Dan gaat het steeds lager klinken. Wordt het steeds lager. Maar als ik omhoog ga, wat dan? Dan wordt het steeds hoger. Oh. Ik hoef er niks meer te leren. Wow. Ja. Dus dit is hoog aan deze kant en deze kant. Wow. Dat is heel laag. Dat is heel laag. Dat zou je verbazen, maar als ik die doe... Ja? En jij ook. Weer dezelfde. En aan deze kant ook. Dus op elke piano zijn alle toetsen hetzelfde? Ja. Wauw, hè? Helemaal goed, ja.
Ja, maar waar begin je dan? Hoe leer je dan een liedje? Het zijn er zoveel. Ja, het zijn er heel veel. Dus als wij nou eens beginnen bij die C, die middelste toon. Ja, ja. Daar beginnen we dan. Ja. En dan kunnen we bijvoorbeeld, dan ga ik jou dit zo meteen proberen te leren. Kunnen we dat proberen? Ja, dat wil ik. Ik krijg het een beetje gesleten. Ja, het is heel... maar het is makkelijker dan je denkt. Oké, okay, dus ik begin met de C. Op de C. Ja. En dan de andere hand doe je hier ook, op dezelfde C. Wacht even. Ja, het is, hier begint het al moeilijk te worden. Ja. Ja. Dus dit is dezelfde, ja, maar lager. Alleen lager. Aha. Maar hij klinkt eigenlijk hetzelfde, alleen dat noemen ze een octaaf lager. Wauw. Ja. Dus dit is de lage C. Ja. En dit is een hoge C. En die is wat hoger, ja. Ah, oké. Dus ik begin aan de andere kant met dezelfde toets, zo. Ja, helemaal goed. Ja. En dan wat je dan mag proberen, kan jij dit. Ja hoor. In één keer goed. Wauw. En dan kun je dit doen. Nou, wat goed. Juist, en dan tel je vanaf die C 1, 2, 3 naar beneden. Ja. Okay. En dan nog een keer. En dan gaan we er 1 omhoog. Oké. Okay. Dat is eigenlijk het enige. Ik word muzikant. Ja. Ik voel het. Zullen we het nog 1 keer proberen dan? Ja, maar. Leuk. 1, 2, 3, 4. Ik vind dit echt heel knap. Ik heb nog nooit zo'n leerling gehad die zo snel leert. Ja, dankjewel. Nee, ja. Ja, dat, geen moeite. Ja. Fenna, luister. Ik heb echt iets geweldigs. Jij gaat dit fantastisch vinden. Dit wil je niet vertel. Nou, ik was dus bij mijn neef en ja, die is echt... Die is echt super stoer. Ja. En die doet allemaal aan krachttraining en vechtsport, kung fu en karate. En ook aan nog echt van alles en nog wat. Wow. En ja, ja. En weet je wat hij zei? Nee. Of nou ja, misschien dat je heel erg lang moet oefenen voordat je al die sporten kunt? Nee, hij zei balans, dat is alles. Oh, balans, ja. Oh. Dat je niet valt. Ja. Ja. Ja, ja, nee, ja, dat is iets waar je echt heel lang op moet oefenen, hoor. Ja. Sorry. Nou, en dat oefenen, Fenna, dat oefenen, dat is nou precies heel erg leuk. En dat kunnen wij ook doen, maar dan hebben we wel wat dingetjes nodig. We moeten eigenlijk iets vinden waar we op kunnen staan. Niet heel groot, dus een beetje klein, maar wel dat het sterk genoeg is. Wacht. Ik heb 2 verfpotten. Misschien is dat wat. Verfpotten, verfpotten. Oké, okay, oké. Okay. Ja, super, ja? Fenna. En we hebben nog 2... kussens nodig. Kussens? Ja. Oké. Okay. Okay. Zo. Zo. Oké. Okay. Ja. Kussens. Super. Wat ben je allemaal van plan, joh? Verfpotten, kussens? Ja, nou, maak je maar klaar voor de strijd om balans. Wauw. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, zet je voet maar op een van de verfpotten. Ja? Ja? Ben je klaar voor? En dan ga je er nu op staan. Hè? Ja. Oké. Okay. Oh, wow. Rustig. Wow. Hou je balans. Ja, dit is inderdaad wel heel erg. Hou je balans. Hou je balans. Heel goed. Moeilijk, hè? Oh, dit is wel moeilijk. Oh, maar ik snap het al. Slim. Dit kussen is natuurlijk voor als je valt. Dan val je lekker zacht. Echt slim, joh. Nou, nee. Ik vertelde toch dat mijn neef aan vechtsport doet. Kijk, ja? Alles draait natuurlijk om balans. Ja. Tijdens een kussengevecht. Oh, wow. Oh, sorry. Oh, wat ben jij van mij? Oké. Hey, zie je een zeppelin zweven? Zwaai dan even.